Beide ploegen hebben dus de punten nodig. De laatste 10 wedstrijden pakten beide ploegen trouwens 20 punten. AFC met Jesse. Jesse, ja, dit is niet goed. Gaat te ver naar buiten. Had naar binnen moeten komen. Nu was er nog kans voor Arends, de doelman van Kozakken Boys. Zaimi, is dit een panel? Ja. Gij zegt de bel, legt hem op de stip. Overtreding van Nuland. En AFC krijgt een strafschop. Zaimi, opgevangen door Van Nuland. En bel staat er heel kort op. Jansen, vanaf 11 meter. Jansen mist. Wat een goede reactie van Arends. En zo is het begin eigenlijk voor de thuisploeg. En Kozakken Boys heeft een 3 punten nodig. Opnieuw de thuisploeg. Weggewerkt door Van Inge, opgevangen door AFC. Jesse laat de bal handig lopen. Dit is Kulhan. Kulhan en Ignacio. Voor de winterstop speelde hij nog bij Kozakken Boys. Toen scoorde hij 5 doelpunten. Heeft er nu al 12 gemaakt voor AFC. De versterking na de winterstop. En hier El Asuti namens Kozakken Boys met nummer 27 van het seizoen. En de 1-0 voor de ploeg uit Werkendam. En de opluchting is groot. Mendes Moreira wint het luchtduel. En dit is een typische El Asuti goal. De bal slecht aangenomen en ook eigenlijk niet goed geraakt. Maar ja, deze tel ook natuurlijk. Oh, slippertje bij Jacoba. Handig laten lopen. Dit is ook handig. En daar is de gelijkmaker. 1-1. Jesse. Zaimi is de man met het overzicht. Jesse, de maker van het doelpunt. Zaimi, die voelt dat Jesse daar is. En Jesse is inderdaad daar. Ignacio in één keer opgevangen. In duel met Van Nuland, Pires Tavares. Zo, Van Inge schiet de bal keihard tegen Zaimi aan. Ignacio, Jesse, AFC gaat verder. Ook nog een kans ook, terwijl Zaimi daar op de grond ligt. Problemen voor de ploeg van Wetzel. Althans, personele problemen, want AFC zit gewoon goed in de wedstrijd. Tegen de nummer 2, Kozakken Boys, die het lastig heeft in Amsterdam. Goed, de aansluiting bij Van Nuland, Stout, Mendes Moreira. Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Kozakken Boys. Hetzelfde geldt voor Pires Tavares. Er is veel ruimte om te voetballen, met name op het middenveld. Zaimi, Jesse, weer weggestuurd. De maker van de 1-1. Zo, Zaimi mist hem. Ignacio probeert het. Er is toch wel weer een behoorlijke aanval van AFC. Voor de winterstop. Al eigenlijk dood en begraven. En na de winterstop heeft de ploeg zich hersteld, AFC. Vorig seizoen ging het anders. Toen was de eerste seizoenshelft hartstikke goed. En in de tweede seizoenshelft pakte de ploeg weinig punten. Nu nog een stabiel jaar draaien. Dat is misschien wel iets voor volgend seizoen voor AFC. Sonmes in de tweede helft erbij gekomen bij Kozakken Boys. Mendes Moreira. Nou, dit is de grootste mogelijkheid voor hem tot dusver. Opnieuw Kozakken Boys. Dat hoort dat Katwijk natuurlijk achter staat en dus moet het winnen. En wat is dit? Een vrije trap. De botsing tussen Potveer en Mendes Moreira. En Potveer komt eraf met een gele kaart. Ja, is het een doorgebroken speler? Ja, de doelman vangt hem wel op. Het had ook een andere kleur kunnen zijn. Geluk dus voor de ploeg van Wetzel. Goed ingespeeld. Richting Abdallahi. Niet gevonden. In de omschakeling AFC weg. Met Jesse. Jacoba in de buurt. Jesse dreigend. Jesse. Ja. En Arends. Staat goed op te letten. De doelman van Kozakken Boys. Want dit was weer een kans voor AFC. De kans voor Jesse. Een vrije trap. Abdallahi is er de persoon voor. Maar via de muur gaat die bal naast de goal van Potveer. En dus een hoekschop. Krijgen we nog een winnaar in Amsterdam. AFC heeft de punten nodig. Kozakken Boys, ja, moet eigenlijk ook winnen. En Mendes Moreira. Ja, dit zijn toch wel buitenkantjes voor hem. In de eerste seizoen zelf had hij gezeten. Dat denkt ook Danny Buis. Ja, het seizoen is lang. Over 34 wedstrijden.
En we zitten inmiddels 8 minuten in blessuretijd. AFC komt hier de winnaar aan. Nou, deze had er zomaar in kunnen zitten. Tom van der Brink in de 8e minuut van de blessuretijd komt de ploeg van Danny Buis goed weg. En volgende week kan Kozakkenboys, als het wint van Katwijk, zomaar de kampioen zijn.